net uit bed en ik ga eventjes nou naar mijn auto toe. Oh, ik ben echt moe. Oh. Maar goed. Ik zie er ook echt uit als een heks, man. Mijn haren zijn ook helemaal een beetje gekke shizzles, omdat ik alleen maar heb gedoucht om die chloor eruit te halen. Voor de rest niks. En ik ga nou vroeg naar huis, omdat mama de sleutel nodig heeft van de krekel waar we met de meiden allemaal gezellig bezig waren. Zaterdag. En het is vandaag trouwens maandag. Maar die sleutel moet ik dus eventjes teruggeven, zodat ze vandaag daar naartoe kan. Dus we zijn weer lekker vroeg. En ik moet aan school werken. Ik moet nog eventjes in elkaar zetten. En om 10:00 ochtends heb ik namelijk weer een meeting voor school. Dus even snel fixen die helemaal. Zie ik even lekker naar de radio te luisteren. Oh, alleen maar Trump, Trump, Trump. Oh. Maar die andere koekert is ook niks. Dus ja. En dan heb je zo'n groot land, hè. En dan heb je maar twee van zulke koekerts waar je uit kan kiezen. Verschrikkelijk. Mijn haar ziet er trouwens echt fucking raar uit. Alsof het allemaal golfjes heeft. Maar dat is helemaal niet. Het is gewoon droog of zo. Of ja, er zitten ook golfjes in. Maar ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien omdat ik met nat haar ben gaan slapen. Oh my fucking god. Ik kom nu net thuis. En ik ben mijn tas vergeten. Waar al mijn spullen in zitten voor school. Dus mijn laptop. En waarmee ik mijn vlogs doe editen en alles. Fuck my life. Oh. Maar goed. Ik ga nu dus even toch dingen voorbereiden voor school. Op een of andere manier dan maar eventjes via mijn telefoon. Oh, echt shit, man. En dan moet ik weer terug naar Gerald. Ja, het is wat het is. Nou, de meetings zijn weer voorbij. Ik heb het gewoon allemaal via mijn telefoon gedaan en het is gewoon gelukt. We hebben echt topconcepten gemaakt voor school. Dus ja, helemaal nice. We hebben het er gewoon even keihard doorheen geknald. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Mama had ondertussen een theetje voor mij klaargemaakt. Ook trouwens lekker in de Claire Wilson theekop. Echt helemaal leuk. Ik ben hier helemaal blij mee. Maar goed, dan ga ik nou eventjes wat dingen uit de auto halen en zo. Want ik heb nog heel de auto vol liggen. En mijn spullen pakken. Maar ik ga eerst eventjes eten, want ik heb echt honger. En dan moet ik straks weer terug naar Gerald, want mijn laptop ligt daar nog wel steeds. En dat heb ik wel echt nodig om die vlogs te kunnen maken. Trouwens, kan het misschien ook wel via Julie's laptop. Sounds like a plan. Maar ik ga nu sowieso eerst naar de wc, want ik moest al de hele tijd tijdens die meetings. Nou, als ontbijt en ook meteen lunch heb ik guacamole op een wrappie, mini wrappie met kaas en tomaatjes. En die doe ik in een tosti-ijzer. En someone is jaloers. Ah, oh, kijk even hoe cute zo'n ding is. Echt een schatje patatje. Lekker chili saus erbij en dan is het helemaal perfect. Een Mexicaanse tosti. Nou, het is echt super lekker, jongens. Echt een aanrader. Waar is het met jou? Wil je knuffelen? Wil je knuffelen? Nou, ik ben weer druk bezig met inpakken. En alles sorteren. Want dit zijn ook allemaal kleding die ik van mama heb gekregen. Of ja, ook nog een paar dingen van mijzelf. Hè, Sjors? Kijk, gezellig. Ja, toch? Oké, sorry. Anyways. Maar, en nog allemaal andere kleren en nog een setje voor als ik dan vanavond toch nog naar Gerald ga. En weet ik veel wat ik allemaal aan het doen ben. 100.000 verschillende tassen en ik moet mijn auto ook nog leeghalen. Dus dat gaan we even doen. Yippie. Nou, ik heb de hele set uitgeladen en bij elkaar gezet. Super awesome. I'm just running around to the rhythm. Oh my god, kijk mijn haar. Ik kom net uit de douche. Wieuw. En ik ga nou eventjes snel wat boodschappen doen voor Anja. Dan meteen naar Anja door. En dus Anja is de moeder van Gerald. Voor de mensen die het niet weten. En dan ga ik meteen mijn vlog editen, want dat moet nog gebeuren. En het is inmiddels 2:10, dus you better hurry up, bitch. Let's go. Dus niet goed. Even heel eerlijk.
vallen. Als ik nou daar naar school moest telkens, dan was het logisch. Maar ik moet helemaal niet naar school, nou, vanwege corona. En het is niet een dingetje wat een maandje duurt of zo. Het is echt gewoon... Eigenlijk al die tijd dat ik daar woon, is corona er al. Ongeveer 2 maanden ervoor nog niet, maar dan nog. Dus ik baal echt. En ja... Wat ik doe. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik ermee moet. Maar ja, die Sander die appte al mijn huisgenootje van... wanneer kom je eigenlijk weer? Want de vakantie was ik natuurlijk hier. En de week daarna was ik weer hier. En nu is het de week daarna en het is maandag, maar dan nog ben ik hier. Dus ja, het is logisch dat ze dan denkt van, joehoe, wanneer kom je eigenlijk? Maar ik heb echt zoiets van, ik heb gewoon geen zin. Ik wil gewoon hier in de buurt zijn, waar zeg maar alle mensen leven die ik ken. En ja, ik was eigenlijk alleen in Breda voor school. En ik vind Breda een keileuke stad, maar niet met corona. Dus ja, ik weet echt niet wat ik nou moet doen. Ik schreeuw het echt al 100 keer, maar ik kan gewoon niet wachten totdat ik gewoon mijn eigen plekje heb in de buurt hier. En gewoon samen met Gerald woon en gewoon al mijn spullen op één plek heb. En gewoon niet meer de hele tijd hoef te sjouwen met al mijn spullen. Ik word er helemaal koek van. Helemaal koek van. En dan ook nog, wat wou ik nou zeggen? Nou, ik weet niet meer, laat maar. Oh, ik heb echt zo'n moment dat ik gewoon... Als ik nou door ga blijven denken, echt zo'n dikke mental breakdown kan krijgen. Verschrikkelijk. Weet je wat het is? Je wil gewoon een stabiele basis. Gewoon één punt wat stabiliteit oplevert. Wat je weet van, dat is het. En de rest eromheen, fuck it. En dat heb ik nou gewoon niet. Ik heb echt zoiets van, ik wil daar zijn, ik wil daar zijn. Ik moet dat en ik wil dat en ik wil dat en ik wil dat en... Dat soort dingen zorgen er juist voor dat je niet al die dingen goed doet. En als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. En dat vind ik echt kapot irritant. Net zoals mijn schoolboeken, die liggen allemaal in Breda. Maar ik ben nou al 2 weken hier, dus ik doe alles vanuit mijn laptop. Dat kan, is mogelijk. Maar even iets opzoeken in mijn boek, even switchen van kleding kan niet, want ik draag al 2 weken... uit dezelfde tas kleding. Dus je weet het gewoon nooit bij mij. En dat is zo irritant. Maar nou, ik kroop voorop hoor. Ik ben even iedereen zijn koppen gek aan het zeuren. Ik moet ook echt mijn auto een keertje van binnen schoon gaan maken. Ik heb nou net alles eruit gehaald natuurlijk. Dus ik zag van, oh my god. Dit mag wel even een keertje schoongemaakt worden. Dus even kijken, misschien dat ik dat daar ook nog ga doen. Nee, ik moet wel echt eerst even die vlog gaan doen. That's very important for me. En dan eerst maar eventjes naar de winkel. Wat staat er nou omleiding? Oh, je gaat toch niet zeggen dat hier dicht is, hè? Oh. Wat als zo is, dan moet ik al eerder vanaf. 29 richting Eindhoven Airport dicht. Oh. Dat is niet deze. Oké. Nou, we zijn er. Even boodschappen doen met het verschrikkelijke mondkapje. Woehoe. Oh, wat een drukke bedoeling zeg. Verschrikkelijk. Ik ben er klaar mee. Ik ga lekker naar Gerald toe. Eventjes een appeltje eten tussendoor, want ik heb honger. Haar aan, gadver. Ik heb echt haar uitval, ik ga het neer doen. We zijn er. Let's go inside. Nom 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 nom. Even mensen jaloers maken. Best wel hard, ja. Robby staat hier weer klaar. Crossfit staat wel. Ik heb daar iets laten vallen. Ja, sta ik even. Kijk, die. Doe maar eten. Het is gezond. Ze ziet hem nog niet eens. Dat ziet er lekker uit. Dat ziet er uit. Dat ziet er lekker uit. Dat ziet er lekker uit. Hé, Robby? Schooiert.
Hey Ruby, kom eens. Nou, ze gaat weg. Ruby. Ruby. Nou ben je een tagertje. Wij gaan een lekker filmpje kijken. Yeah. En dan gaan we lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken weer. En tot morgen. Oh ja, en ik heb mijn nagels gedaan. Kijk. Oké. Licht uit. Doei. Psst. Gerald die wil Transformers kijken. Maar ik wou dat niet. Dus ik zei van... Nou, als we dan gaan kijken, dan heb ik chips nodig. En want ik weet dat hij er echt niet uit zijn bed gaat stappen om chips te halen. Nou, toch wel dus. Dus hij is nou uit bed om chipjes te gaan halen en drinken. Omdat hij zo graag Transformers met mij wil kijken. En ik ben daar echt al een maand of zo of nog langer aan het uitstellen. Omdat ik daar geen zin in heb. Ik heb het 1 keer gedaan en toen viel ik in slaap. Heel sneu. Maar goed, vanavond gaan we dus Transformers kijken. Oké. Nou sluit ik hem echt af. Wel rustig.